Ja. We begonnen eerst met deze ballon met water te vullen. Daarna hebben we deze gemaakt. Toen hebben we deze gemaakt. Daarna hebben we deze gemaakt. Daarna hebben we deze gemaakt. Die rode. Toen hebben we deze gemaakt. En nu onze grootste. En nu de langste. Ik noem het een penis met een ballenzak. Ah, deze. Kijk naar penis. Je snapt me denk ik wel. Het is echt een penis. Ja. En een ballenzak. Ja, en dit penis met ballenzak. En ik laat jullie nu zien hoe je er ook een. Ja, zo. Dit zijn ze allemaal. Nu gaan we lachen. Sorry. Dit is een ballon. Maakt niet uit welke. Het handigste is een ballon, dan kan je zulke makkelijk maken. Je kan hem ook op zulke dingen maken. Alleen deze past niet ergens op van deze. Dus we doen dat gewoon zo. Zo. En dan valt hij eruit. Sorry. Daarna pak hem. Kom. Doe je hem half een beetje onder water. De ballon ook. Ga je hem zo open. En dan schuif je hem erop. En dan wacht je een tijdje en dan wordt hij. En dan is het handigst als je hem onder het water gewoon laat gaan onder water. Want kijk, dit soort ballonnen, hoe warmer het is, want het is nu 30 graden zoiets, zal het wel zijn. Ja. Zo'n ballon die kan heel snel knappen door warm water. Dus hou ze vooral onder water. Sorry. In koud water. Jullie zagen dat net zo'n ander ding was. We blijven hem gewoon filmen. Weet jullie ook dat het niet nep is, dat het gewoon echt is? Oké, ik kan hem er nu dit is. En. Sorry. En die rode die is er zelfs vanzelf afgegaan. Daarom is hij ook zo lang. Maar we willen ze niet al te lang maken. Want we willen eigenlijk gewoon het hele zwembad. Zo, dit hele zwembad. Hij is trouwens nieuw, we hebben hem net opgezet. Ja, we hebben hem net even snel opgezet. Ja, en laat er nu wat uitgaan, omdat anders kan ik geen knoopjes maken. Oh ja, trouwens, als je geen knoopjes kan maken, vraag het gewoon aan iemand die het wel kan. Als moeder kan vast wel, of aan je vader. En als je het wel zelf kan, maak niet te veel knoopjes. Want als het zo lang duurt zoals Sam, dan kan je het echt maar een paar keer doen, anders... Er komt geen bloed meer bij je vingers en dan kunnen je vingers doodgaan. Toen moet ik het maar even. Ja, ze kunnen eraf vallen, maar ik weet niet of dat zo leuk klinkt. Kijk, nu zit mijn vinger een soort van vast, dus dan moet je hem echt heel goed trekken. Nou, dan weet je. Nu heb ik deze. Kijk, en zo maak je dus snel ballonnen. Wat heb